en investeren in de publieke sector. En zorgen voor een goed vestigingsklimaat. En ervoor zorgen dat de mensen in het land ook in hun portemonnee merken dat het beter gaat. Dus de heer Wilders moet dan wel het hele verhaal vertellen, voorzitter. De heer Klaver namens GroenLinks. Ja, voorzitter, deze minister-president heeft echt een dreun van je welste gekregen. Wat een fiasco, die hele dividendbelasting. En hij denkt nog steeds met dezelfde langspeelplaat hier weg te komen in de Tweede Kamer. Alsjeblieft. Die dividendbelasting, die trekt u terug omdat één bedrijf heeft gezegd, wij gaan ons niet meer vestigen in Nederland. Hoe kun je dan nog zeggen, ik voel tot in heel mijn vezels dat dit nodig is voor Nederland? Dat is ongeloofwaardig. En voorzitter, ik wil ervoor waken dat het geld wat nu vrijkomt, nu die dividendbelasting niet langer doorgaat, dat dat weer naar de lobby gaat van het grote bedrijfsleven. En mijn hele concrete vraag aan deze minister-president is, geef de Tweede Kamer en de samenleving inzicht in alle lobbycontacten die er op dit moment zijn met het grote bedrijfsleven en hun lobbyisten. Ja, voorzitter, die tweede vraag heb ik net al beantwoord in richting mevrouw Marijnissen, maar toch even over de inleidende opmerking van de heer Klaver. Wat dit kabinet beoogt, en wat denk ik cruciaal is voor dit land, is ervoor te zorgen dat nu het beter gaat, wij niet veronachtzamen waarom het beter gaat. Het gaat beter in de eerste plaats omdat 17 miljoen mensen bereid waren in een hele moeilijke fase de afgelopen jaren moeilijke maatregelen te nemen. Maar ook omdat we in dit land gelukkig, of het nou kleine bedrijven zijn of middelgroot of grote ondernemingen, bedrijven hebben die bereid zijn hier te ondernemen en hier te investeren. Dat is cruciaal voor de werkgelegenheid, voor banen, voor heel normale Nederlanders. Daarvoor zouden we allemaal moeten opkomen. En dit kabinet beoogt dus, naast de investeringen in de publieke sector, naast lastenverlichting voor de burgers, er ook voor te zorgen dat dit een land is waarin het goed is om te ondernemen. De heer Klaver. Voorzitter, dit is echt volstrekt ongeloofwaardig. Ik hoop dat de minister-president dat goed inziet. Volstrekt ongeloofwaardig. Nog niet zo lang geleden stonden we hier voor de politieke beschouwingen. Toen zei de premier, we nemen die maatregel van de dividendbelasting niet voor één bedrijf. Dat is belangrijk voor het vestigingsklimaat voor heel veel bedrijven in Nederland. Nu is er één bedrijf dat zegt niet zijn hoofdkantoor in Nederland te willen vestigen. En gelijk wordt de maatregel van het afschaffen van de dividendbelasting ingetrokken. Voorzitter, het is ongeloofwaardig wat de minister-president hier zegt. En ik verwacht van hem dat hij ingaat op de concrete vraag die ik heb gesteld. Want wij laten ons nu niet wegsturen. Ik wil dat dit kabinet inzicht geeft in alle contacten die er op dit moment zijn met het grote bedrijfsleven, met alle multinationals, met hun lobbyisten, met de topmannen en vrouwen. Ik wil weten welke contacten er zijn, want dat geld dat nu is vrijgespeeld, die 2 miljard, die mag niet opnieuw naar die grote multinationals gaan. En ik wil er graag een toezegging op van de minister-president. De minister-president. Nou, voorzitter, die vraag heb ik al beantwoord net bij mevrouw Marijns. Ik zal het zo nog een keer doen, maar eerst naar het eerste punt. Dat hele pakket, gericht op ons vestigingsklimaat, inclusief de maatregelen om de dividendbelasting af te schaffen, is gericht om bedrijven hier te houden, om bedrijven hier naartoe te halen, om ervoor te zorgen dat als nieuwe bedrijven ontstaan die moeten kiezen, de booking.com's van de toekomst, grote ondernemingen die voortkomen uit de ICT-revolutie, waar ze zich gaan vestigen, of dat in Engeland is of hier, om het gelijk speelveld te creëren, daartoe die maatregel rond de dividendbelasting. Dus dat is niet voor één bedrijf. Dat is om ervoor te zorgen dat we zorgen voor een level playing field met het Verenigd Koninkrijk. Wat er vervolgens gebeurt is dat er een relevante ontwikkeling is afgelopen vrijdag. Die hebben we opnieuw te wegen. Je gaat niet zomaar doorstomen als dat gebeurt. Nou, naar de tweede vraag van de heer Klaver. Ik heb dat net al beantwoord. Namelijk, ik heb contacten met vakbonden, met werkgevers, met bedrijven, met NGO's, met maatschappelijke organisaties. Daar kan ik heel vaak open over zijn. Dan vindt u ze terug in de openbare agenda. Maar dat kan niet voor alle contacten. Dat kan alleen als ook de gesprekspartner accepteert dat die contacten openbaar zijn. De heer Asscher, namens de PvdA. Voorzitter, wat een treurige afgang.